Het was wel een mooi moment. Het was een debuut. Bij mijn debuut. En ik vond wel dat ik redelijk had gespot. Twee gewoon, ja, 3 punten in huis. Ja, Koeman is erg tevreden over je, zegt hij net. Heeft het ook jou persoonlijk al laten weten? Nee, nog niet. Dat is wel lekker om te horen, toch? Ja, dat is wel lekker om te horen als je traint tevreden is over je. Ja, ikzelf ben ook tevreden over mezelf. Was je extra gespannen van tevoren? Ja, ik was wel gespannen, maar niet extra. Gewoon normale spanning. Ja, niet anders dan een wedstrijd bij de junior of zo, of wel? Bij de A'tjes? Ja, het is wel iets anders. De bal gaat sneller, fysiek en zo. Maar ja, gewoon normale spanning. Welke opdracht had Koeman je meegegeven van tevoren? Ja, hij zei gewoon genieten van het spel. Dus ja, gewoon je ding doen die je moet doen. En heb je kunnen genieten onderweg? Ja. Heb je daarvoor te druk? Nee. Ik kon gewoon genieten. Dus ja, goede concentratie. Dus kon wel alles goed. Jullie hadden jezelf een veel makkelijker middag kunnen bezorgen. Is dat ook het besef in de spelersgroep? Ja, eerste helft speelden we gewoon goed. Konden we gewoon het balletje laten tikken. Ja, tweede helft stonden we meer onder druk. Ja. Ja. En ze hebben gewoon 3 punten naar huis meegenomen. De 2-1. Dat is het allerbelangrijkste. Dit smaakt naar meer, neem ik aan, voor jou, of niet? Ja, ik hoop het, ja. Maar ja, kijken we wat verder. Krijg je nou gelijk veel reacties na zo'n duel? Staat je telefoon rood gloeiend of heb je nog niet gekeken? Nee, ik heb nog niet gekeken. Zit in de bus. Komt straks in de bus wel, of niet? Ja. Is dit trouwens een onderdeel van je vak waar je aan moet wennen? Praten met media na een wedstrijd? Ja, dat is wel een vak, maar ja, komt wel goed. Een beetje eraan wennen, ja. Ja, het is gek om jezelf vanavond en zo terug te zien op televisie, denk ik. Ja, komt wel goed. Mooie middag, hè? Ja, klopt. Dankjewel.